De heer Van der Hoven, ook voor u 5 minuten. Gaat uw gang. Oké. Nou, beste leden van de commissie. Het is niet mijn expertise en ook niet mijn ideale omgevingsveld om te zeggen wat ik doe. Maar iets naar beneden. Oh, sorry, ja. Maar ik ben hier vandaag gekomen om mijn namens de grote zwijgende meerderheid te spreken. En dat klinkt misschien een beetje gek en daarom wil ik dat eigenlijk doen door middel van voorlezen van een aantal reacties. En aan het einde zal ik mijn eigen bescheiden mening eraan toevoegen. Ik hoop dat u geniet van een puur stukje onvervalste Rotterdamse proza. Jordi 010. Nee, Jordi 010, ga toch weg met het klote plan, man. De Wijze Lonkers, lelijk kutstadion. Feyenoorder, een kotsemoticon. Brengt, APD, red de Kuip. Kevin Schipper 82, oprotten met dat Feyenoord City, een boze emotie. Marian den Boer, jammer. Sjaan 070, waarschijnlijk niet uit Rotterdam. Maar de Kuip is mooi, 3 puntjes. Wil Bans een bak. In caps lock, ik zal niet schreeuwen, maar dieft op met je Feyenoord City. Cornelis zelf, verschrikkelijk nieuws, uitroepteken. Feyenoord Ed, jammer dat er geen dislike button is. Lucas Kambil, rot op met Feyenoord City. Justin Bieshaar, rest in peace Feyenoord 2025. Awd's Feyenoord, tyfusplan, Koevermans oud, red de Kuip. Doris Jorgen, blijf in de Kuip en renoveer die, is een stuk goedkoper. Luc Terrele, een hele berg kots emoji, waarschijnlijk ook niet vanwege het eten. Jens VD83, je bent toch ook een pannenkoek als je de hele aanhang de Kuip wilt behouden en je voor een nieuw stadion gaat. Abdel Hakker 010, red de Kuip, fuck Feyenoord City. En fan, ik kan doorgaan en doorgaan, maar jullie begrijpen waarschijnlijk wel waar dit naartoe gaat. Het zijn vele, vele kantjes. Met ongeveer nog 2 minuten op de klok wil ik graag zelf nog het volgende kwijt. Want ik hoor u denken, oh joh, dat zijn echt heel veel negatieve reacties. Dit was een uitsnede van reacties op het meest recente nieuwbouwbericht van Feyenoord zelf op hun eigen Instagram account. Telde ik meer dan 505 primaire reacties, waarvan iets meer dan 450 negatief en iets meer dan 40 positief. Dat is grofweg een percentage van 90% die dit nieuwbouwplan liever niet ziet verschijnen. Het type reacties en het percentage van 90% is dan ook natuurlijk vergelijkbaar met een bericht na een verloren wedstrijd. Dat vind ik zelf ironisch, want voor het legioen voelt het Feyenoord City Stadion ook als een nederlaag. Vooral omdat op geen enkele wijze Feyenoord supporters betrokken worden bij de ontwikkeling. 90% negatieve berichten op een positief bedoeld bericht op een positief platform. Het geeft in elk geval aan dat er voor dit plan echt geen enkele draagvlak is. Laat ik dit percentage dan wat meer naar mijn eigen expertiseveld trekken en laten we stellen dat alleen fanatieke Feyenoord supporters reacties plaatsen. Een aanname die ik denk dat jullie allemaal gelijk doen en dat is misschien ook wel terecht. Ik zeg altijd zelf dat Feyenoord ongeveer 10.000 à 15.000 fanatieke supporters heeft die het ritme van de club bepalen. Het zijn de mensen die elke wedstrijd een kaartje kopen en elke wedstrijd komen. Waar ik zelf ook bij hoor. Als van die groep mensen straks de helft nog een seizoenkaart neemt in een nieuw stadion, denk ik dat we spekkoper zijn. Ik zie het namelijk niet gebeuren, maar oké. Dat betekent dat Feyenoord in een nieuw stadion straks ruim 20.000 nieuwe seizoenkaarthouders moet gaan vinden. Misschien kunnen ze uit de hoek toveren, maar op het moment dat ik bij een Europacup-wedstrijd ben tegen Manchester United, is het stadion nu al niet uitverkocht. Ik zie het als een onmogelijke opgave. Op basis van mijn ervaring als fanatiek volger van Feyenoord zeg ik dan ook, vergeet het maar. Feyenoord supporters hebben een grote afkeer ontwikkeld tegen dit nieuwbouwplan en voelen zich al lang niet meer betrokken bij hun eigen favoriete voetbalclub. Afkeer door falende organisatie, wanbeleid en een totale disconnect tussen club en supporters. Ik weet dat u zich als commissie beperkt tot Rotterdam, maar Feyenoord, of u wil of niet, is veel groter dan Rotterdam. Daardoor is de keuze voor u straks extra moeilijk, want u beslist in essentie voor het hele land. Uw normale electoraat is voor deze keuze simpelweg bijzaak. Uw verantwoordelijkheid is vele malen groter.
U als raadsleden staat voor een historische keuze met een gigantische impact, die onverhoopt toch volledig op uw afrekening komt te staan. Ik wens u veel wijsheid toe en vertrouw op uw democratisch verantwoordelijkheidsgevoel om te luisteren naar de grote massa en niet naar een drammende projectgroep. Mijn dank is groot.